Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video, want Stadstable is jarig. Het spel is 10 jaar oud. Ik dacht echt, oh my god, het spel bestaat al zo lang en ik speel het ook best wel lang, dus wat gaat de tijd. Maar ja, voordat ik deze video ga beginnen, ik heb eventjes de setje van vorig jaar aan van de Stadstable 9 jaar was en ik kon even mijn andere setje niet vinden. Die was bij het zag die van 6, nee maar van 8 jaar geleden, 8 jaar geleden noem ik het over, van 8 jaar zoals dat ze was, maar die kan ik helaas niet vinden. Dus ik dacht van nou pak ik deze met deze leuke ballon en ja, en vandaag ook ons Percheron uittreden. En dat vond ik wel een groot geschrik, want er is ook een raceje daarvan. En ik heb hier mijn boekje liggen met allemaal paardennamen die ik ga uitkiezen voor het paard, wat we gratis kunnen krijgen. En volgens mij, oh. Oké, er zijn heel veel dingen, nieuwe dingen zie ik, maar ik zie ergens bij mij in de buurt zie ik een uitroepteken. Daar gaan we eventjes snel naartoe. En de kans is dat het best wel druk hier wordt. En als er een race is, stil ik hier op het laatste moment. Maar anders vind ik het ook wel zo sneu om dat te gaan doen. Waar is hij? Is dat hier? Oh, dat is hier. Oké. Okay. Nou zeg, heb je gehoord van Anneke vragen hier voor jou aangelegd? We hebben... Veel gedaan stads en jaar is alle vragen goed op allen verdien je een mooie prijs. Oké. Vind je op heel erg. Oké. Laten we eens beginnen. Weet ik het weer van. Die was echt makkelijk. Dat was Discord, I'm sorry. Maar zijn directeur. Circus. De Circus. Weet de Soulriders. Lisa, Linda, Anna en Alex. Deze zijn makkelijk. Maar daar komt zeker een instinkertje in. Denk ik, was volgens mij ook. Alleetje wordt niet gezongen door Lisa. Hey, Stars. Hey, joh. Dat is volgens mij van Raptor. Ah, oh, daar is die. Het is plastic kleding maken. Oh, die weet ik niet. Die weet ik niet meer. Danny. Wow, die weet ik echt niet meer. Oh, dat is erg. Oh. Nou, ik ben zo weer terug als ik het weet. Tot zo. Nou ja, mensen, ik ben weer terug, maar ik weet het echt niet. Nou, ik merk het zo wel als ik het fout heb, want ik weet het echt niet meer. Ja, weet je hoe lang dat geleden doet? Vind je... Dat is het enige wat ik het weet. Dat is daar staan. Hoeveel straffen krijg je per geval bij ja, maar en dat weet ik allemaal niet, want ik zit zelf niet op paardrijden. En dat is een beetje erg als je zelf niet op paardrijden zit. Dan weet je die vraag gewoon niet. Ik kies gewoon één, want ik weet het echt niet, joh. Als mensen, als je een reactie zegt van ja, dit is het antwoord. Ja, ik weet het niet, omdat ik... Oké, ik hoor dat niet of ik goed had. Je hebt niet alle vragen, maar... Oké, dan krijg ik een wortel. En volgens mij had ik al twee fout, denk ik. Nou, we gaan naar de volgende. Maar ja, als je zelf niet op pad rijdt, hoe meer dat is. Fakewolf. En kan je heel veel vragen. Zijn er, maar dat ga ik niet allemaal niet doen. Er zijn moments. Oké, dan gaan we daar even snel even heen. Maar ik weet echt niet hoe ik die
baas wil naar me laten noemen, eerlijk gezegd. Ja. Oh, volgens mij staat hij daar. Ik zie iedereen met dezelfde paard, dat is wel heel erg grappig. Ik vind het wel grappig. Ah, zie je heel veel mensen hier staan. Oh, muziekje. Zie iedereen dansen. Staat er wat een jaartje? Oh nee, dat weet ik. Tijd voor een feestje. Speurtel. Kijk, kan je weer een speurtel gaan doen? Iedereen wil niet op paard hebben. Goeiedag, Vee. Vandaag is 10 jaar geleden stal Morenet zijn deur opende voor alle paardliefhebbers van ons hele wereld. Best bijzonder, vind ik. Deze paard wil ook graag een partij zijn voor PZ. Is het hier nog eens? Oké. Oh, ik mag meteen een naam gaan doen. Ja. Even kijken. Zal ik hem ook een Freehorse noemen? Dat hij gewoon vrij is. Kijk of die naam wel kan. Ik zie wel Freedom, maar... Freehorse zie je echt nergens tussen staan. Dus die kan niet. Freedom. Ik zou niet Freedom noemen. Freedom was. Het is een beetje hetzelfde, maar. Ik wil eigenlijk Free Horse noemen, maar dat gaat niet. Dus ik noem hem gewoon Freedom Horse. Moet ik even de haas in vinden hier? Hoi, hier is het die. Freedom Horse. We hebben Freedom Horse gekomen. We hebben Freedom Horse genoemd. Zo, wat erg vet. Maar dat muziekje. Nou, dan gaat hij even. Voet zien maar speciaal voor deze video. Oh, oké. Ik heb maximaal mijn passen te trippen. Gezellig. We kunnen weer hoefijzers gaan zoeken. Waar ik eigenlijk zo zin in heb. Maar we gaan even die uitroepteken. Doen. Ik weet even niet waar ze allemaal zitten ongeveer. Oh, valt wel mee. Dan gaan we mijn vraagjes bij een tweet doen. Kijken of ik ze allemaal wel goed ga bonden. Maar ik kan ze elke keer gaan doen als ik dat zin in heb. Maar ik denk het niet. Of ik dat zin in heb. Ja, laat maar eens even doen. Waar is dat ding? Vandaar. Ik denk vast dat. Ik ga zeker alleen maar van Morland of zo. Of niet? I don't know. Wat is het tussen een pony en een pony? De grote. Oh ja, pony en pony zijn een stukje groter. Maar sommige ponies zie je niet echt. Met welke twee munt ik ben of ik. Nee. Geweldig. Deze stomme waar. Ik haat deze vragen. Oh. Wat is het dragen van een zwangere paard? Ik dacht 10. Dan kan ik van dezelfde van de menselijk. Maar hier ga ik altijd in de soep. Ik weet niet waarom, maar ik draag ervan zo'n paar. Ik kan ook gewoon hetzelfde zijn als de mens. Dat kan ook, maar ik ga toch voor... Zelf voor de mens, ik weet het echt niet. Ik weet wel veel van paarden, maar dat wist ik niet. Maar omdat ik daar niet echt zo gefocust mee ben. Ros. Hallo, die weer vragen wie iedereen. Sorry mensen, als ik hem misschien wel fout heb. Eerst zag hij van Maya.
Alles nog mee. Dat is Tan. Dat is toch Tan? Dan ga ik even kijken of ik het goed heb. Maya, zie je? Had ik het toch goed. Ik dacht dat het mee was, maar het is Maya. Ja, ik wil zien of ik het goed had. Waarom heb ik dit? Ik heb weer eens zeker een fout gevat. Nou, dan gaan we naar verbinden. Waarom heb ik steeds fout? Misschien dat het zo'n instinker zit of zo. En dan maak ik daar weer een fout in. Ja, kom op. Sommige vragen dat het moet opkomen. Maar niet meteen hup. Maar ja, je bent maar een mens. Je hoeft niet alles goed te hebben. Misschien dat ik het deze keer wel alles goed heb. Ja, wie weet. Maar. Dus ik krijg toch alleen maar appeltjes. En eten. Ik zie al die mensen met een nieuwe paard. Ik ga nu met dit paard. Maar ik wil gewoon niet dat gaan doen. Aan een paardje. Maar was toch iets met een race? Huh? Of zijn er geen verjaardagsreizen meer? Of komt die later? Volgens mij komt die later pas. Dacht ik. Volgens mij komen die later. Nou, heb ik wel geen stakkers over te spullen. Dat scheelt wel een beetje. Ik zie jou wel een hoefijzer. Maar ik weet niet of ik dat van ga zoeken. Ja, ik wil die vraag aan beantwoorden. Alsjeblieft. Thank you. Wauw, het is geen trekpaard. Ik dacht aan het herkennen. Nou, ik ga de verkeerde kant op. Allemaal op die nieuwe paard. Dat is echt zo raar te zien. En ik zet mijn moment face outfit gewoon. Ik had een probleempje met mijn spel. Want hij loopt opeens uit. Om een of andere reden. Hier is een hoefijzer. Ja, dat hoef ik niet. Oh, hier is dat ding. Oké. Neerzet de jongen voor het eerste voet op. Ja, volgens mij was het een van die twee, hoor. Want 2018 kan niet. Nee, ik weet het niet meer. Die weet ik echt niet meer. Fort Mario. Kom op, die is in de buurt van een nieuwe Hill Quest. Kom op, moet iedereen toch weten. Maar hoeveel ga ik niet zoeken? Moet ik dat in een video als ik live ga, dat ik ze ga zoeken? Of heb je dat liever niet? Laat me dat weten in de reacties. Dan ga ik dat live doen. Komt ze met een iets wat ik niet eens helemaal weet. Ja, ben ik net op gelet hoe de vlag eruit ziet. Altijd van die kleine dingetjes, daar let ik nooit op. En dan komt het met een vraag, hoe ziet een vlag van Jovik eruit? Ja, hallo, hoe moet ik dat weten? Ik let daar nooit op. Ja, ik zie een vlag, ja, maar ik ga niet op wat van kleur ze hebben. Dat zal helemaal mooi zijn hier. Ja, die lucht, die ballon wat dat meisje heeft, die heb ik ook. Die zit in mijn, nog steeds in mijn post. Een wafelijsras is geen Brits ponyras. Ja. Was een koniek. Ik heb geen idee wat koniek is. Als iemand dat weet, stel ze even reacties, want ik weet het niet. Was een koniek. Alex. Hallo. Heb nog een missie over gehad? Dat onthoud ik wel, hè? Dat is zo stom. Dat onthoud ik wel.
Maar van die kleine dingetjes, ja, dat... Weet je... Token. Hallo, dat heb ik nog gezien. Want ik doe die missie nog op mijn andere account. Ja, niet echt, maar... Maar ja, jammer dat er geen XP is. Double XP. Leuk. Daar heb ik gewoon deze keer wel alles goed. Dan mag ik meer maken kapot. Ja, zie, dat heb ik nu wel allemaal goed. Huh? Wat is dat? Krijg je soms iets of wat? Oké, ik kan niet eens. Oh, we hebben dit gekregen. Nou, als je vraag goed hebt, dan krijg je een bandages. Oké, okay, als ik een dat krijg, dan heb ik het goed. Nou, deze heb ik er goed beantwoord. Weet je dat ook weer wat de vraag beantwoord? Oké, okay, waar ben ik nu heen? Gaan we naar Venadeel. Ik wil kijken wat allemaal die vragen zijn hier. En deze box kan weg. Nodig. Ik ben weg. Nou ja, zie je, dan heb je deze wel goed. Ja, dat kan gewoon gebeuren. Dus deze heb ik dus wel. Als je deze fout had, nou ja, dan kan je naar mijn video kijken en dan heb je het wel goed. Zilversong. Kom op, die weet iedereen. Ja, wat is dat nou weer? Dat weet ik niet. Even denken. Misschien dat ik... Ik gok op een zebra. Nou ja, ik maak het zo wel. Als ik het fout heb. Misschien heb ik het wel goed. Je weet, ik denk wel op een zebra. Dan maakt het uit. Ik keek wel naar een zebra. Misschien omdat het dat wel was. Welke van de volgende discipline hoort niet van de... Deze heb ik er nooit van gehoord. Zal wel deze wel zijn. De andere twee heb ik wel van gehoord. Want crossen en dat is een sport wat ze doen. Dus dat zou wel die andere zijn dan. Terwijl ik heb steeds ook allemaal een goede lach meemaken. Wie is de eigen van Jovikstop? Nee, man. Ik dacht hem. Wacht ik. Kan dat ik het een fout heb hoor. De hoeders van Indien. Dat kan helemaal niet, want dat klopt niet eens. Dit was wel mooi van te doen. Vaar. Eén dat die mooie heet voor zij. Hitte, of wat reed die in de hete lukken? Nick. Ik zal wel eentje fout hebben. Dat kan niet anders. Ja? Oh, zie je, ik had eentje fout.
Ik had eentje fout. Volgens mij is het van meneer Sans of zo. Denk ik. En dan gaan we naar Verwerf. Maar er stond toch Herman. Ja, is dat dan toch Herman? Maar die kan nog altijd nog doen. Dat ga ik dan maar eventjes een keer een andere keertje doen als ik er zin in heb. Niet zeker aan hoeveel hij is zo. Nou, ik denk dat ik dat in de avond ga doen misschien. Weet niet. Vrijdag of zo, denk ik. Oh, iets lekker kool bij. Dat is fijn. Dat is een hond. Of nee? Welke van is geen paardenras? Ja, ik wil die sowieso. Om van hier aan naam ik nooit van gehoord heb. Dat gaat leuk worden. Nou, altijd voor de eerste gaan als je het niet weet. Dan is dat je meestal wel goed. Of als je een vermoeden hebt. Avonturier. Hij was een avonturier en is niet meer teruggekomen. Dat is het enige dat ik kan beantwoorden. Waar wordt Lisa Patterson? Even goed nadenken op de ene missie. Ik weet het even niet, want ik ken die naam wel, maar ik weet even niet wat het is. Was Pandoria. Een andere dimensie. Hallo, dat is iets aan mijn link. Bloemvraag heb ik wel, maar sommige hebben we niet. En die. Die staat daar. We heten verder in de naam van Verde. Verbroken dinosauriërs. Zal dat wel zijn, dat is wat ik weet. Gewoon van die zijn eens. Ja, ik heb het gewoon goed. Want als je dit krijgt, heb je het goed. Wat? Ik heb het gewoon goed gehad. Oh my god. Oh my god. Ik heb het gewoon goed geraden. Oh. Hij is nog leuk ook. Oh my god. Ik heb het gewoon goed bij Figgerhoof. Ik heb gewoon alles gewoon zitten raden en ik heb het dan nog goed gedaan ook. Oh, wauw. Sommige vragen wist ik helemaal niet eens. Nee, mensen als jullie weten, klik altijd de eerste of doe een gokje. Dan zit je goed. Nou, ik heb het ook gedaan, nou, ik heb het ook goed geraden. Als je de blauwe hebt, heb je niet goed geraden. En als je de gele krijgt, dan krijg je wat. Oké, makkelijk. Denk ik. Ik ga nu naar... neem als hoog. Ja. Ik ga deze video gaat best wel lang duren, maar daar heb ik wel voor over, omdat het de verjaardag is voor Stage Table. Kom maar op met je vraag. Maar neem maar even zin van al die... ding is. Wat is dat? Oh, die is hier. Oké. Okay. Welke van de gebieden is geen gebied op Jorvik? Firefall. Ik heb alleen maar Mistfall. Dus hier zie ik in. Welke dag kun je deze keer voor Pinta? Vrijdag en zaterdag. Staat op het bord van voor Pinta. Oh my god. Hoeveel zijn gang heeft in IJslander? Loop, traf,
Tot 5. Want tult dat nog eens ook een gang. Maar gaat hij zo tulten? Ik denk die hoor. Kan je dan als je. Dan heb ik hier gewoon wel alles goed geraden. Of niet. Of ik heb die van dingen fout kan. Maar ik vond het kleinste. Perfect pony. Perfect pony. Eerst ook te zijn van Penta. Dat is een stuk land. Ze zijn aan elkaar gekoppeld. Welke van kun je huis hier kopen? En voor Punta weet ik, maar bij andere bij de Jennifer weet ik het even niet. Volgens mij niet. En bij de halve maan weet ik dat ook niet. Dat is blijkbaar een beetje over. En ik heb het weer goed. Wat krijg ik nu weer? Oh, die zijn leuk. Dus dan blijft er nog wel eentje over. Dat is Tasha en Hoeve. Dus dan moet ik wel even kijken waar nog zijn uitroepteken is. Die van Sufklik had ik fout. En ik had nog een paar dingen fout. Nou, Sasha en Hoeve. Ik heb het nu best wel redelijk goed gedaan. Ik had als super fout. Oké, had ik goed. Vinden had ik fout. Er zijn dus twee fouten. Of zo. Maar ik raad het gewoon. Ik denk niet na. Ik raad het gewoon. Dat ik soms echt niet meer weet. Oh, ik klik op nee. Dat is niet zo handig. Nou, die bocht zien te vinden. Maar dan heb je dat dingetje hier. Welke paling is klein? Ja, morgen is ook snel. In Star Stable dan. Dan ga ik voor een kwadder, anders weet ik het toch niet. Of blijf ik dat op die vraag aan moeder gaan doen. Misschien heb ik het wel goed, hè? Mokken zijn snel in Star Stable, maar kwadder zijn ook snel. En ik heb nog nooit geweten welke kwadder eigenlijk het snelste is. Het is de hoofdstad van Jorvik. Jalheim? Of stad? Boeien. Als ik het niet goed heb, doe ik die vraag gewoon lekker opnieuw. Maakt het uit. Je mag fouten maken. Je moet je alles goed hebben. En je krijgt nog een kans. Dat scheelt. Met welke van de volgende ga je niet vesten rijden? Engels vol bloed. Deze paard kan wel. Of heb ik het nu fout? Texas. Ja, wat ik weet dat het in Amerika ligt. Is dat mijn blom die dat zweeft? Wat de broer van Carapace voordat hij Tasha en Hoeve begon. Ik denk dat. Volgens mij was hij dat het ene niet. Je weet, je hebt zoveel informatie gekregen in Star Stable dat je gewoon in de war raakt op het laatste moment. Dat was best wel... kut. Misty. Want die andere was een paard. Nou, ik denk dat ik wel eentje fout heb hoor. Dindel. Kom op, dat plek zat daar, joh. Niet even mensen online. Oh, dat gaat even terug in de tas. Ik word er zo hysterisch van.
Nou, als je goed kan, krijg je een setje. En als je fouten hebt, dan krijg je eten. Ik heb nu 3 fouten, zo te zien. Oké, deze heb ik fout. Oké. Ik had ook, ik heb 4 fout nu. En ik heb als 1, 2, 3 goed. Dus ik heb als 4 fout. Ja, volgens mij is er ook een winkeltje. Dan ga ik even terug naar Steve. Nou ja, je kunt niet alles hebben. Maar die hoefvest ga ik vrijdag doen. Zodat jullie mee kunnen zoeken met mij. Zit dat winkeltje hier? Nope. Is er ergens een winkeltje? Toch? Nee, ook niet. Waar is hier een winkel? Iemand zit die vragen te hebben. Waar is hier een winkel? Ja, heel veel hoefijzers zie ik, maar een winkel zie ik niet. Nee, ook niet. Waar is er een winkeltje? Nou fijn, dan ga ik wel naar de mall in. Dat is meestal wel een winkeltje. Nou, ik ga even kijken of hoeveel we nodig hebben voor... We hebben hier nog niet naar gekeken. En heb je die verjaardagsreis komt ook nog. Daar krijg je ook nog hoefijzers van. Dus dan gaat het wat sneller. Denk ik. Maar meestal haal je het wel in één keer. Hoor. Maar meestal heb je zoveel hoefijzers. Nou, dan nee. Oh ja, ik zou nog mijn paardje nog level 15 trainen. Dan ga ik dat paard laten zien voor jullie. Ja. Nou, oh, deze video is best wel lang, maar dan maakt niet uit. Hoe langer, hoe beter. Nou, volgens mij kan ik hier wel dingetjes kopen. Ja. Heerlijk. Nou, dat zijn wel leuke setjes hoor. Moest ik even nog zijn. Hoe dat muziek. Die is echt heel leuk. Veel werk? Nee, ik heb nog veel werk in mijn kast, joh. Nee, daar beginnen we niet aan. Taart? Mijn paard gaat geen taart eten. Nee, ik neem je niet mee. We gaan eventjes naar weer terug naar Steve. Dan ga ik even mijn paard uittrainen. En dan ga ik eventjes onze mooie Freedom Horse pakken. Oké, okay, daar komt even random en beste muziek. Oké, dan. Dat is echt heel erg random. Iedereen ziet dat paard geweldig is. We hebben hoefijzers zoeken. Hiep, hiep. Voilà. Ik heb lijk, maar dan kan ook komen dat er mensen nu op stadstabel zitten. Ik heb nu 2 paardjes erbij. Ik moet nog heel veel trainen. Moet je die ook gaan trainen? Nee, toch? Ah, ik zit toch op zijn paard. Kom eens even hier.
Nee, ik kom er niet bij. Yep, die moet je ook gaan trainen. Waar gaan we niet meteen naar van 15? Kom op. Heb ze ook bij je als beeld gedaan? Waarom doe je nog niet hier? Nou ja, ga ik die Molly eventjes doen. Er zijn toch twee reisjes bij elkaar, dus dat scheelt. Hier zie ik een paar hoefijzers, maar die ga ik niet bakken. Leuk. En de stream vrijdag. Dus wees erbij. Ik zet nog wel een keertje op Instagram. Dat je daarbij kunnen zijn. Doe ik morgen of zo wel. Dat is in de avond, dus ik weet niet hoe laat, maar in de avond. Ga ik met de paard van Stassable de free horse ga ik dat doen. Ja, en iemand heeft probleem met zijn stadsteer of zo, want gaat het inloggen dan weer uitlopen. Deze spaard is eigenlijk geschikt voor dit soort dingen. Nee, het springt echt heel erg slom. Oh, ik ga gewoon letterlijk te langs. Dit begint goed. Oké, okay, heel leuk ballonnetje alweer gekost. En ik kan nog steeds rijden, maar dan ben ik uit. Ik ben wel bijna blij dat Stast hebben gewoon een paard voor iedereen vrij doet. Heb je dus ook een paard op mijn andere kant? Die ga ik ook zo doen. Ik denk wel binnenkort of zo dat ik dat ga doen. Zo, mijn paard is level hoger, dus ga ik het andere even paard ophalen. En ga even kijken hoe hij eruit ziet. Want ik heb het wel gezien met andere mensen, maar ik wil mezelf ook eventjes zien. Hallo! Want ik wil hem ook zien hoe hij eruit ziet. Dat gaat denk ik niet passen, dus dan maakt niet uit welke ik hier opstaan. Even mijn vierhoofd pakken. Ik even bij levels om makkelijk te vinden. Hup. Hup plakketjes. Kom die hier. Oeh. Hij is schattig. Hij is best wel cute. Ziet. Zielroze. Hij heet zielroze. Oké dan. Geen wilde paard van Jorvik, maar hij ziet nu zielroos. Ik kan zeker ook alles wat een ding is allemaal kan of zo. Oh, echt geweldig. Ik zie iedereen met zijn paard. Kan niet dit? Ja, ik kan alles wat de andere ook kan. Ja. Ja, ga je nu stoppen? Oh, dan stopt hij. Ga maar liggen. Ja, goed zo. Ga maar liggen. Ga maar liggen. Ja! Oh, ben je cute. Oh. En ga maar staan. Kijk, hij ook zo doen. Dat is grappig. Wee. Dat is echt grappig. Maar het is denk ik niet echt veel wat ik nu allemaal kan vertellen. Ja, alleen tot dit. Maar dat ga ik al een keertje doen. Nou ja, er zit violet in het einde van de outro. Maar... nou ja, dat was dan de video. Ik hoop dat je de video leuk vond. En voordat ik het vergeet, had ik eerst onze leuke blondje zien. Nou ja, dat kan ik niet laten zien, maar dat is nu deze hier. Zo ziet hij eruit. Maar ja, dit is dan echt de video. Ik hoop dat je de video leuk vond. En ja, tot de volgende keer. En vrijdag ga ik live in de avond. Dus wees erbij. Dus bye bye.
pakketten nu beschikbaar voor starcoins. Er is ook een pakket voor starrijder. Dus dan heb je iets van 1200 starcoins. En dan krijg je de dubbele erbij. Voor eenmalig starrijder. En je hebt een pakket voor 1000, 2000 en 5000. Als je daar iets van koopt, dan krijg je een setje van een verjaardag, denk ik. Dus als je het terecht wilt, dat kan je tot... volgens mij de 20e van deze maand, als ik het goed heb. Maar ik zet het nog eventjes in de beschrijving hier beneden. En tot de volgende keer. Bye bye.